We staan hier bij het NAI, het Nederlands Architectuurinstituut. Maar we gaan het niet hebben over het ontwerp van dit gebouw. Nee, we gaan het hebben over luciferdoosjes. En die gaan we bekijken in het archief van het NAI. 18 kilometer aan maquettes, tekeningen en alles wat over architectuur te vinden is in dat stuk van het gebouw. We zijn hier in het archief van het NAI. En om ons heen is een enorme rijkdom aan maquettes opgeslagen, zoals deze. En om ons heen talloze kasten vol met maquettes. En wat nou de meeste mensen mooi vinden om te zien, zijn maquettes van grote vrijstaande villa's. Want wie zou daar nou niet willen wonen? Maar ja, 16 miljoen mensen in een vrijstaand huis. Iedereen zijn eigen landgoed, dat gaat hem niet worden. En dus kwam architect Herman Herzberger met een heel ander concept. Hij stopte mensen in luciferdoosjes. Niet echt natuurlijk, maar elk luciferdoosje stond voor hem voor één wooncel. En door al die wooncellen op verschillende manieren te stapelen, kwam hij tot een wijk waarin toch een hele hoop variatie was. En wat volgens hem ook wel de nodige schoonheid had. Maar niet iedereen dacht er zo over. Sommige mensen vonden het juist heel monotoon. Die zeiden dat de menselijke maat was verdwenen. En ons nu de vraag of dit concept waardevol genoeg is om te bewaren in Stad van Nederland. Of zetten we het terug in de kast.